De overheid heeft geen wettelijke regelingen overtreden in de samenwerking met Pan American Real Estate. Dit vertelde Erwin Mahangu, beleidsadviseur op het ministerie van Openbare Werken, gisteren tijdens een persconferentie op het departement. Hij stelt dat het project onder de vorige regering verwaarloosd was, maar nieuw leven is ingeblazen door de huidige regering. De overheid heeft met deze samenwerking invulling gegeven aan het beleidskader van aangaan van PPP's, met name voor woningbouw. Dergelijke PPP's zijn binnen de woningbouw nieuw en doen geleidelijk aan hun intrede binnen de overheidsadministratie. Met deze PPP is bereikt dat betaalbare woningen beschikbaar zijn gekomen voor de doelgroep. De overheid heeft bij het uitvoeren van dit beleid geen wettelijke regelingen overtreden. Er zijn ook geen documenten die valselijk zijn opgemaakt. En er is geen sprake van enige benadeling van de staat Suriname. Mohangu zegt ook dat het Pan American Real Estate project is geadopteerd in 2021 door de huidige regering. De uitbreiding van het aantal woningen is toen van 20 naar 561 gebracht. En is daarvoor een samenwerking in PPP-verband aangegaan. Op 4 september 2021 vindt de formele opening van het project plaats, waarbij de president van de Republiek Suriname aangeeft dat dit project binnen een PPP zal worden afgehandeld, om zodoende de doelgroep van woningzoekenden tegemoet te komen met relatief goedkope kwalitatieve woningen. Eerder deze maand is het project in verband gebracht met mogelijke grootschalige corruptie. President Chandrika Prasad Santokhi zei eerder dat een onderzoek zou worden ingesteld om na te gaan wat het probleem zou zijn.